De voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisatie, Ronald Hooghart, zegt dat hij niet meer zal wachten op de regering om de economische situatie in het land te verbeteren. Na een persconferentie vandaag bij het CLO-gebouw heeft de vakbondsleider voor morgen een actie afgekondigd welke bij het standbeeld van Kwaku zal worden gevoerd. Heeft u zoveel mensen? Mensen zullen er zijn. Maar waar komen ze? Mensen namen in de. Alleen CLO'ers of iedereen? Roept u alleen CLO'ers op of mag iedereen komen? Ik roep de hele burgerij op, omdat hij heel burgerij heeft. De burgerij nog maar morgen aan gaat zijn. Dus kijk, je kan nauwelijks een brood voor je kind kopen. Alles is zo duur geworden. Ik noem een paar wat taxi bij de taxi man in, ik moet niet meer naartoe. Ik noem een gat dat er aan. De man die moet zo kort katara, 5000 maar bijna. Dat is dan normaal. De Stamara Alamang. De Stamara Alamang moest komen. De Stamara Alamang moest komen. Een heel burgerij. Hooghart zegt dat hij niet alleen de andere vakbonden in Suriname oproept om te protesteren. De hele burgerij voelde ontberingen ten gevolge van de moeilijke financieel-economische situatie en moet daarom de straat op om hun stem te laten horen. Hooghart zegt dat de kosten voor levensonderhoud zeker 4 maal zo hoog zijn als in 2020. De gemeenschap moet zich ook bewust zijn van wat de algemene ontwikkelingen zijn. Hooghart merkt op dat hij het staatshoofd voor de rechter zal slepen.